Vanmiddag wil ik het graag met jullie hebben over een aantal soorten bomen die goed geschikt zijn voor ons stedelijk klimaat in de toekomst. Dus als we rekening houden met alle klimaatsveranderingen die ons te wachten staan, zoals een fellere zon, hogere temperaturen, meer pieken in regenval, welke bomen zijn dan nog geschikt voor ons stadse klimaat? We merken dat in de stad de temperatuur toch gemiddeld een graad of 5 tot 7 hoger ligt in de zomer dan in het buitengebied. Dus vandaar dat we daar ons vanmiddag op willen focussen. Dus welke boom is er in de toekomst geschikt voor ons stedelijk klimaat? Nou, we staan dus nu bij zo'n soort boom, voor velen wel bekend, de Gleditia. We staan nu bij Gleditia triacanthus inermis. En aan deze kant is het de Shade Master. Twee verschillende variëteiten. En het verschil zit hem in de uiteindelijke grootte van de boom en de breedte van de kroon. De Gleditia Shade Master, het woord zegt het al, krijgt een iets bredere kroon dan de inermis. Ze zijn beide doornloos, dus er zullen geen ongelukken gebeuren met de grote naalden die bij de hoofdsoort, bij de triacanthus, goed waarneembaar zijn. Deze soort wordt al vele jaren met succes aangeplant in de steden in Nederland en ook daarbuiten. En dat is altijd met groot succes, omdat ze weinig eisend zijn qua groeiplaats. Ze hebben veel groeikracht en zijn sterk. Dus ook in een kleinere groeiplaats kan er nog iets moois ontstaan. Dus vandaar dat we denken dat de Gleditia echt een blijvertje zal zijn. Dit is de Celtis Julianae. Vroeger werd gedacht dat de Celtis sterk verwant was aan de iep, maar later onderzoek heeft aangetoond dat ze meer verwant zijn aan de familie van de hop en hennep. Het is een vrij onopvallende boom, maar voor het stadse klimaat is hij perfect geschikt. Hij kan heel goed tegen stralingswarmte, doet het heel goed op drogere gronden, dus waar weinig water komt, en is ook heel goed bestand tegen luchtvervuiling. Dus echt een ideale boom om in een grote stad te groeien. Weinig vruchtvorming, het blad loopt gewoon groen uit en heeft een gele herfstkleur en valt vervolgens van de boom. Dus een hele stabiele boom. Het blad is enigszins variabel van vorm en aan de onderzijde is het licht behaard. Die lichte beharing zorgt er ook voor dat het een goede fijnstofafvanger is. We staan hier bij Metis Sequoia glyptus strobovidis Sheridan Spire, een cultivar in de Metis Sequoia soorten. Metis Sequoia is al een heel oud ras. Het is een boom die uit de oertijd stamt, maar in 1941 in China herontdekt is. Toen is er een fossiel ontdekt en daar is men verder mee aan de slag gegaan. En toen is deze soort opnieuw weer in productie gekomen. Metis Sequoia is een hele snel groeiende en bladverliezende conifeer. Veel groeikracht en de Sheridan Spire met name zorgt voor meer uniformiteit in zijn geheel. En deze heeft een smallere kroon dan de Metis Sequoia zelf heeft. Dus voor smallere straten is deze meer geschikt. Een groot verschil tussen Metis Sequoia en Taxodium distichum is dat de naalden van Metis Sequoia tegenover elkaar staan. Bij Taxodium verspringen ze net. Dus optisch lijken deze twee soorten veel op elkaar, maar ze zijn duidelijk goed te herkennen, zowel met als zonder loof. Nou, voor de mensen die van geel houden, hebben we nog een andere variëteit in de Metis Sequoias en dat is de Gold Rush. Naam zegt het al, goudgeel. Voor de rest heeft deze boom dezelfde eigenschappen als de gewone Metis Sequoia. Alleen hij loopt geel uit en elke tweede schot is echt heldergeel. Dus mooi als je een kleurscharkering in een project wil aanbrengen. We zijn nu aangekomen bij de Ulmus lutes. Ulmus lutes is een soort die ontwikkeld is in samenwerking tussen Alterra Wageningen en Frankrijk, het Franse onderzoekssysteem. Tijdens onderzoek naar iepziekte bleek deze soort heel goed te reageren en dus een hoge resistentie te hebben. Vervolgens hebben de Fransen deze soort dan ook in productie gebracht. En hij is al een aantal jaren nu ook bekend op de Nederlandse markt. Ulmus lutes krijgt een beetje een waaierachtige kroon en kan een hoogte bereiken van 10 tot 15 meter. Iep is natuurlijk een echt typisch inheemse boom voor Nederland. Het is dus heel jammer dat er heel veel soorten zijn verdwenen de afgelopen tientallen jaren. Maar er is een hele sterke opmars weer gaande. Dat er steeds meer soorten beschikbaar komen die resistent zijn tegen de iepziekte. Denk bijvoorbeeld aan Ulmus columnella. Dat is echt de allerbeste soort die het meest resistent is daartegen. Andere soorten zijn Ulmus lobel, Ulmus doduns, Americana princeton, Vada, Levis, allemaal soorten die prima nu tegen de iepziekte zijn bestand en heel goed in het stadse klimaat kunnen groeien.
We zijn nu aangekomen bij Ginkgo Biloba Trimonia. De ginkgo is afkomstig uit de oertijd, dus is wel bestand tegen een stootje en zeker tegen ons stadse klimaat. Ginkgo Biloba Trimonia is een hele slanke vorm van de ginkgo. Heeft een hele rechte doorgaande stam en is smal zeilvormig. Bereikt een hoogte van 10 tot 12 meter en de uiteindelijke breedte is niet breder dan 5 meter. Dus ja, wel geschikt voor de smallere straten. Ginkgo is heel sterk met de wortels en kan ook op moeilijke groeiplaatsen prima groeien. Het voordeel van alle cultivars in Ginkgo Biloba is dat het allemaal mannelijke varianten zijn en dus geen vruchten hebben. De vrouwelijke bomen van Ginkgo Biloba, die krijgen op latere leeftijd echt een beetje van die stinkende vruchten die je niet in je straatbeeld wil hebben. Het voordeel van de cultivars is dus dat ze allemaal mannelijk zijn en geen vrucht dragen. Een andere variant in Ginkgo Biloba is het type Saratoga. Saratoga heeft een dieper ingesneden blad en heeft daar ook een iets oriëntaalser uiterlijk. Alle ginkgo's die staan bekend om hun mooie gele herfstkleur. Zeker als de zon schijnt, dan lijkt het net of er goud aan de bomen hangt. Zo mooi geel is het blad dan. Ja, een boom die natuurlijk echt niet in het rijtje van toekomstbomen mag ontbreken is de plataan. Wordt heel veel toegepast, maar als ik kijk naar de toekomst is het ook terecht dat die veel wordt geplant. Maar er zijn ook heel veel variaties mogelijk om het beeld van de plataan toch iets spannender te maken. Bijvoorbeeld deze Platanus orientalis minaret. Een plataan met een heel diep ingesneden blad. Dus nog veel meer handvormig dan de gewone Platanus hispanica. En daardoor oogt deze ook veel transparanter. Het is een zaailing die ooit gevonden is uit de Platanus orientalis digitata. En daar is men mee voort gaan kweken. Deze boom blijft ook kleiner dan de soort. Een meter of 10, 12 wordt deze uiteindelijk en is ook wat meer zeilvormig. We zijn aangekomen bij de Quercus palustris Woodside Splendor, een eigen selectie van Van der Berg boomkwekerijen. Het grote verschil met de gewone Quercus palustris is dat de Woodside Splendor een uniforme herfstkleur krijgt. En je kan nu ook meteen zien hoe mooi die herfstkleur dan ook is. Quercus palustris is sowieso een boom die op bijna elke grondslag geschikt is, kan ook op nattere bodems en is heel goed bestand tegen luchtvervuiling.